Op Instagram heeft Dinaant Woesthoff een emotioneel bericht gedeeld ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw Guusje Nederhorst. De zangeres stierf op 34-jarige leeftijd aan borstkanker, precies 20 jaar geleden. Dinaan schrijft dat hij 29 januari altijd een moeilijke datum vond om met haar te delen. Een beladen datum. Emotioneel, maar tijden, jaren pijnlijk. Verstoord door trauma en donkerte. Maar, aest hij zee, tijd heelt. Tijd draagt en tijd doet vergeten, of beter gezegd, wat echt is overleeft tijd. De voormalige Keensanger laat weten dat 29 januari voor hem altijd een speciale dag zal zijn. Hij verzoekt zijn volgers om hem geen medeleven te betuigen, geen droevenis en al wat meer. That ship has sailed a long time ago. Die Naant hertrouwde vijf jaar na het overlijden van Guusje met zijn huidige vrouw Lucy.